Buiging? Wat is dat nou weer? Natuurlijk, dit is buiging. Dat is ook een buiging. Maar natuurkunde, dus buiging van, precies, van licht. We gaan kijken wat dat inhoudt. We kijken eerst even naar een golf. Want, zoals je weet, licht is een golf. Ja, dit is een mooi vlak plaatje, maar je kunt hem ook in 3D bekijken. Kijk, in het midden ontstaat een trilling en een trilling die breidt zich uit naar alle kanten op. En zo ontstaat een golf. Een golf van, in dit geval, een puntbron. Nou, eventjes over golf. Kijk, dit is dus een golf, traditionele golf met een golflengte. En de belangrijkste formule bij een golf is, ik hoop dat je nog weet, V is lambda maal F. Ja, V is de voortplantingssnelheid van de golf. De golflengte, nou, dat staat hier, dat is deze. En de frequentie is het aantal trillingen dat hij per seconde op en neer gaat. Goed, we gaan eventjes naar een ander soort golf kijken. En dat is dit. Dit is een golf die ontstaat uit een lijn. Eventjes een 3D plaatje. Hier in het midden zie je een lijn die op en neer gaat. En die breidt uit naar links en rechts. Je krijgt dan geen bolvormige golven. Nee, je krijgt vlakke golven. Ja, een vlakke golf is dus dat van een lijn. En daar gaan we even naar kijken. Wat je hier ziet is een waterbak. En waterbak, ja, hier is allemaal water. En de golven komen hier zo meteen vandaan. Die gaan daarheen en dan komen ze hier op een barrière terecht. En in die barrière zit hier een heel klein gaatje. Nou, we zullen even kijken wat daarmee gebeurt. De golven komen eraan, bats, en zie je wat er gebeurt. Ja, je hebt dus vlakke golven aan die kant. En die worden omgevormd naar cirkelvormige golven. Dat kleine gaatje daar in het midden, dat vormt als het ware een puntbron van de cirkelvormige golven. Ja, je krijgt dus een vlakke golf erop en hij spreidt zich naar alle kanten op. En dat naar alle kanten opspreiden, dat noemen we buiging. Buiging van golven. Nou, stel je voor, we maken het gat iets groter. Ja? En we doen nu ongeveer één golflengte. Wat gebeurt er dan? Nou, weer eens een keer. Ja, bats. En je ziet, er is nog wel buiging, maar het is minder dan zo net. Ja, als je de spleet te breed maakt, dan is je buiging niet meer zo sterk. En als je hem dan nu nog breder maakt, veel groter dan één golflengte, wat gebeurt er dan? Nou, let op, kijk, en de golf gaat eigenlijk bijna gewoon rechtdoor door het gat heen. Ja, dus er is dan eigenlijk geen buiging meer als je het gat groter maakt dan een golflengte. We kunnen het ook het omgekeerde doen. En dat zie je hier. Ik heb hier voor de verandering even een puntvorm gedaan. Dus hier komen zo meteen bolvormige golven vandaan. En als je goed ziet, dan zie je hier een heel klein obstakeltje staan. Ja? Nou, wat gebeurt er nou als de golf het obstakel raakt? Let op, dan komt hij. Ja, de golf batst er tegenaan. En je ziet, hij is hier wel een klein beetje verstoord. Maar als je even verder kijkt, dan merk je eigenlijk niks meer dat er een obstakel is geweest. Ja, de golf die buigt zich om het obstakel heen. Ja, dus dat is ook een vorm van buiging die er omheen buigt. Dit was een heel klein obstakel. Wat bent een groot obstakel? En dat is hier een groter obstakel zoals je ziet. We laten de golven weer los. De golven botsen er tegenaan. En je ziet hier wel dat het een beetje buigt. Maar er is hier nog steeds sprake van schaduw achter het obstakel. Dus die buiging die is ook hier weer afhankelijk van de grootte van, in dit geval niet van de spleet, maar van het obstakel zelf. Een groter obstakel, dan zal het er minder makkelijk omheen kunnen buigen. Nou, het gaat nu over buiging van golven, maar licht is een golf. Dus geldt het ook voor licht. En
Waarom zie je dat eigenlijk niet in het dagelijks leven, buiging van licht? Dan stel je voor, je ziet hier de bovenkant van een huis, ja, het dakpannetje zie je. En aan de ene kant staat een meisje te spelen. En als het nu gewoon donker is en iemand die schijnt daar met een zaklantaarn, dan zul je het licht niet zo, ja, dat je het zegt van, hey jongens, het buigt, hoppakee, naar het meisje toe. En dat is wel het geval als aan de andere kant van het huis iemand aan het werk is, ja, maakt behoorlijk wat herrie, en die herrie die komt wel rechtstreeks bij het meisje terecht. Ja. Waarom kan geluid wel buigen en licht niet? Nou, dat komt door de golflengte. Licht heeft een hele kleine golflengte. Betekent dus dat de afmeting die je tegenkomt altijd veel en veel groter zullen zijn dan de golflengte, oftewel de buiging treedt eigenlijk nauwelijks tot niet op. En geluid heeft een grote golflengte. En dat betekent dus dat geluid makkelijker voorwerpen tegenkomt wat in de buurt ligt of zelfs kleiner is dan zijn eigen golflengte. En dus kan er wel makkelijk buiging optreden. Goed, we gaan weer een stapje verder. Hier hebben we onze golfbak weer. En ons obstakel hier, die heeft nu niet één, maar twee spleten. Ja, dus ik heb hier twee spleten. En wat gebeurt er dan? Nou, de golf komt weer op het obstakel. Maar nu ontstaan dus niet één, maar twee puntbronnen. En als twee trillingsbronnen tegelijk in fase trillen, dan krijgen we dus het verschijnsel interferentie. En bij interferentie krijg je dus dat je op bepaalde plekken, dus hier, daar en daar, ja, daar heb je extra golven, dat treedt versterking op. En in die tussenliggende gebieden, ja, daar zie je dus dat het water in rust is en daar is dan verzwakking. Of, anders gezegd, de gele lijnen, ja, dat noemen we de buiklijnen. En daar is dus versterking, oftewel constructieve interferentie, zoals het heet. En die rode lijnen, daar is verzwakking. En dat wordt met een mooi woord destructieve interferentie genoemd. Ja, dus je krijgt dat je interferentie hebt als je twee puntbronnen hebt. En dit gebeurt ook bij licht. Als ik hier een lichtbron heb en die lichtbron die schijnt op een plaat met twee smalle spleten. En let op, die spleten moeten dus dusdanig zijn dat ze in orde zijn van de golflengte van het licht. Dus het moeten hele smalle spleten zijn. Maar als ik dat voor elkaar krijg, dan krijg ik hier een interferentiepatroon te zien. En dit wordt ook daadwerkelijk waargenomen. Kijk, dit is een afbeelding zoals te zien is als er met een rode laser op zo'n spleet wordt geschenen. Dan krijg je echt een mooi interferentiepatroon. Ja, en het mooie is, ik heb het hier eens schematisch gedaan, dit gebeurt dus wel bij rood licht. Als ik een ander kleurlicht doe, dan krijg ik natuurlijk hetzelfde, maar je ziet dan dat ze een klein beetje zijn verschoven. Ja, de mate van buiging, de mate van waar de minima en maxima terechtkomen, dat is afhankelijk van de golflengte. Dat wist je natuurlijk ook al van het onderdeel training in golven wat je eerder gaat. Ja, de hoeveelheid minimum en maxima en waar ze terechtkomen hangt af van de golflengte. En dat is dus ook zo bij licht. Zie je dit ook in het echt? Natuurlijk zie je dit in het echt. Pak maar een cd of een dvd en je ziet allerlei kleuren verschijnen. En die kleuren die je ziet, dat zijn allemaal die versterkingen, die constructieve interferenties van iedere kleur op zijn eigen plek. Hoe ontstaat dit? Nou, een cd bestaat niet uit een plat vlak, maar die bestaat uit allerlei sporen. Ja, en je ziet hier een klein stukje cd, heel erg sterk uitvergroot. En als nu wit licht erop valt, en we gaan eventjes, ja, een klein stukje wit licht zien, dan zal dus een deel van het licht op het ene spoor vallen en het andere op het andere spoor. En betekent dus dat ik eigenlijk twee aparte lichtbronnen krijg. Ja, ieder
een apart stukje lichtbron. Twee puntvormige lichtbronnen. En dat betekent dus dat ik daar interferentie voor krijg. Dus ik krijg op verschillende plekken maxima te zien. Maar het is wit licht, dus die maxima die zullen uitgesplitst worden in kleuren. Oftewel, ik zie hier kleur, ik zie daar kleur verschijnen, ik zie daar kleur verschijnen, overal zie je kleur verschijnen. En dat is dus wat je bij een cd ook ziet. Bij cd zie je dus het bewijs dat licht kan buigen, dat licht interfereert en dat licht dus een golfverschijnsel is. Wat zie je nog meer? Nou, hier bijvoorbeeld. Zo, die is gaaf. Maar dat komt de volgende keer.